Hoe neem je een besluit voor de komende paar honderdduizend jaar? Dat is de uitdaging waar we voor staan met radioactief afval. Honderdduizenden jaren. Dat is hoe lang een deel van het radioactief afval veilig opgeborgen moet zijn, totdat het niet meer gevaarlijk is voor mens en milieu. Hoe Nederland op een goede manier kan besluiten over het beheer van dit afval, staat centraal in het adviesrapport Nu Samen Stappen Maken van het Rathenau Instituut. Hoe gaat het nu? Kerncentrales, maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen, laboratoria en de industrie produceren jaarlijks ruim 1100 kubieke meter radioactief afval. Dat afval gaat naar COVRA, de centrale organisatie voor radioactief afval in Zeeland. COVRA slaat het afval op in gebouwen met dikke betonnen muren. Hier kan het zo'n 100 jaar blijven. Daarna moet er een definitieve oplossing komen. De regering is van plan om radioactief afval vanaf 2130 een paar honderd meter onder de grond te stoppen. In stabiele aardlagen die het afval voor honderdduizenden jaren afschermen van de leefomgeving. Dit noemen we geologische berging. Het realiseren van zo'n berging kan meerdere generaties duren en verloopt vaak anders dan gepland. Zo is er bijvoorbeeld veel onderzoek voor nodig. En dit is niet alleen een technisch, maar ook een maatschappelijk vraagstuk. Een oplossing moet technisch haalbaar en maatschappelijk geaccepteerd zijn. Rond het jaar 2100 wil de regering definitief besluiten of we een geologische berging willen en zo ja, waar deze moet komen. Het is alleen niet duidelijk hoe de besluitvorming eruit ziet. En omdat 2100 nog ver weg is, is er weinig noodzaak om nu aan de slag te gaan. Dat is een risico. Want Nederland kan zo kansen mislopen op een goede oplossing en onnodige lasten doorschuiven naar volgende generaties. Dat willen we natuurlijk niet. Er is een andere aanpak nodig met meer richting en urgentie. Zeker gezien de plannen van het kabinet om nieuwe kerncentrales te bouwen. Het Rathenau Instituut doet 4 aanbevelingen om tot een definitieve oplossing te komen voor radioactief afval. Onze eerste aanbeveling is, start nu, deel het proces op in stappen en betrek de samenleving bij elke stap. Dit creëert de urgentie en richting die nu ontbreekt. Het afbakenen van stappen maakt het mogelijk om snel te beginnen, voortgang te houden en in te spelen op veranderingen in de wetenschap en maatschappij. Daarnaast is het belangrijk dat Nederland niet alleen naar geologische berging kijkt, maar ook andere opties verkent. Het is goed om alternatieven te hebben als geologische berging toch niet haalbaar of wenselijk is, of als betere technieken beschikbaar komen. Daarom is onze tweede aanbeveling, bekijk meerdere opties en betrek de samenleving hierbij. Dit geeft mensen de kans om mee te praten als keuzes nog openstaan. Hierna kan Nederland een plan maken om verschillende beheeropties verder te onderzoeken en ontwikkelen. Onze derde aanbeveling is, deel dit proces op in 5 fasen. Elke fase heeft een doel, zoals het kiezen van een locatie of de bouw van een faciliteit. Hiermee wordt duidelijk wat er wanneer moet gebeuren. Maar hoe ga je dit nu organiseren? Elke fase kent zijn eigen karakter. Daarom luidt onze vierde aanbeveling, organiseer per stap besluitvorming, publieksparticipatie, kennis en financiën. Maak voor elke stap duidelijk welke besluiten je neemt, wie erover mag meepraten, welke kennis daarvoor nodig is, wat het gaat kosten en wie het betaalt. Het advies van het Rathenau Instituut bevat een aanpak om stapsgewijs te werken aan een definitieve oplossing voor radioactief afval. Een oplossing voor de komende paar honderdduizend jaar. Door nu samen stappen te zetten kan het kabinet de maatschappij betrekken terwijl opties nog openstaan, beter inspelen op kansen en onzekerheden en voorkomen dat onredelijke lasten terechtkomen op de schouders van toekomstige generaties. Wil je meer weten over onze aanbevelingen en actiepunten? Ga naar de website van het Rathenau Instituut en lees ons rapport Nu Samen Stappen Maken.